We gaan weer klok kijken, maar nu op de minuut nauwkeurig. Weet je nog wat een minuut is? Zo'n stukje tussen die kleine streepjes is één minuut. En tussen twee getallen op de klok zitten vijf van die minuten. En je weet nog hoe de wijzers van de klok draaien, toch? Zo ja. We gaan de eerste eens proberen. Waar zitten we in de buurt? We zitten in de buurt van de 4 uur. Is het nou voor of over 4 uur? Ervoor. Hoeveel minuten ervoor? Een stukje van 5 minuten en 2 minuten. Dus bij elkaar 7 minuten. Dan is het 7 minuten voor 4. De volgende. Waar zitten we in de buurt? In de buurt van welk heel of half uur? Dan is het in de buurt van de half elf. Zijn we daar voor of erover? Erover. Hoeveel minuten erover? Twee stukjes van vijf minuten. En dan nog drie minuten. Dat is bij elkaar dertien minuten. Dan is het dertien minuten. Over half elf. De laatste. Waar zitten we in de buurt? We zitten in de buurt van de half twee. Zijn we ervoor of erover? Ervoor. Hoeveel minuten ervoor? Kijk goed. Het zijn er net geen vijf. Vier minuten. Dan is het. Vier minuten voor half twee.